De wintertijd gaat weer in. Om 3 uur 's nachts gaat de klok een uurtje terug. En het wordt dan dus eerder donker. En daarom is het op de weg weer opletten geblazen. Verkeersverslaggever Gijsbert de Maat staat naast mij. Ja, Gijsbert, het uurtje verschil dat geeft eigenlijk altijd extra problemen op de weg. Hoe kan dat? Ja, het wordt eerder donker en met name in de avondspits geeft dat heel veel problemen. Het is dan hartstikke druk op de weg en dat uurverschil, ja, dat maakt gigantisch veel uit. Als je de cijfers nagaat van de verzekeraars, die hebben uitgerekend op de maandag na de overgang, zijn er 13% meer schadeclaims worden erin gediend. Dus dat betekent meer ongevallen en dat uurtje waar het nou door komt. Of, het is natuurlijk, het wordt donker. Ja. En ze zeggen ook dat de vermoeidheid een rol kan spelen bij het geheel. Toch dat uurtje, ja, je zou toch denken, je slaapt een uur langer. Voordat je bioritme eraan gewend is, dat heeft voor veel mensen toch wel een groot probleem. Ja, en dat schemer en het zicht is allemaal net even wat minder. Klopt, denk ik. Absoluut, ja. Ja. En dat gebeurt dan zowel in de ochtend als in de avondspits of avondspits wel? Echt de top. Met name in de avondspits, dan geeft het het meeste problemen. Kijk, 's ochtends wordt het ook is een uurtje langer licht, ja. Wat dat betreft. Ja. Dus daar spelen de problemen iets minder. Het ligt er natuurlijk aan hoe laat je van huis gaat. Dat blijft altijd het belangrijkste. Precies, ja. En het weer. En het weer natuurlijk, ja. Want we hebben nu de maanden november, december. Het zijn natuurlijk altijd al de ongevalsmaanden. En dat uurtje verschil maakt dan heel veel uit. En het heeft er waarschijnlijk ook mee te maken. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft ook gezegd van niet de wintertijd is het probleem, maar het niet houden van de zomertijd. Kijk, dat is een mooie uitspraak. Ja, precies. Ja. Maandag, voor de mensen die dan de weg op moeten en sowieso opgaan, waar moeten we nou op letten? Even een paar kleine tips. Nou, ga misschien de eerste uur in bed, dat je uitgeslapen de weg opgaat en hou overal rekening mee. En met name voetgangers en fietsers lopen het meest gevaar. Als het langer donker is, dan ben je natuurlijk minder zichtbaar. En dat geldt eigenlijk net zoals met mist. Zorg in ieder geval dat je goede opvallende kleding aan hebt. Reflecterende kleding, zoals ik met de mist ook al altijd adviseer. Heeft een zicht van 150 meter afstand, ben je te zien. Als je een donker setje aan hebt, dan is dat 20 meter. Dus dat voor de veiligheid. Mag je maar iets minder modieus kleden, als je maar veilig thuis komt. Ja, ik zal een fluoriserend dingetje aan doen. Ja, zou je goed staan, denk ik. Ja. Nou, dankjewel, Gijsbert.